Dank u wel. Ja, er is nu hoofdelijke stemming over misschien wel het belangrijkste wetsvoorstel van ons leven. Afgelopen anderhalf jaar het opsluiten van de Nederlandse bevolking, het inperken van onze privacy en rechten, vrijheden, is allemaal gelegitimeerd met een verwijzing naar de A-status, de Ebola-status, de allerzwaarste status die een virus, een dodelijk virus, kan krijgen. En corona is dat niet. Corona heeft de mortaliteit van de seizoensgriep. Het is geen A-status virus en dus vandaag is de belangrijkste stemming van de afgelopen anderhalf jaar in elk geval, maar misschien wel van onze levens. Want als het nu toch die status krijgt en het in de wet wordt vastgelegd, dan is er mogelijk geen ontsnappen meer mogelijk. Dan gaat die mass surveillance door, die inperking van de vrijheden, die cyclus van lockdowns en verplichte vaccinaties. Dan komen we hier misschien nooit meer uit. Laat uw geweten spreken, want u weet het, op feiten gebaseerd, het is geen A-status virus. Dank u wel, meneer Baudet. Dan gaan we naar de stemmingen onder 2. De wijziging van de wet publieke gezondheid tot incorporatie van de regeling 2019 COVID. Het wetsvoorstel voor 103 en tegen 26. Het wetsvoorstel is aangenomen. Nou, ik heb inmiddels ook gekeken naar Thierry Baudet. In ieder geval sowieso de hele stemming rondom dat verklaren van die zogenaamde A-status. Mensen, onthou één ding. Ten eerste is het een demissionair kabinet en mogen zij helemaal niet zulke ingrijpende beslissingen nemen. Dus uiteindelijk zal er wel een internationaal strafhof zijn die hier korte metten mee maakt, juridisch gezien. En dat zou ook jou heel verder helemaal niet moeten uitmaken, want het is allemaal een scam. Oftewel, ik bedoel het op deze manier, alles is natuurlijk die externe projectie. En het is, ligt aan de geloofwaardigheid die jij eraan geeft. Dus ze hebben ons al die tijd al weten te grijpen met fake media, met de opdringen van een bepaalde opinie of opdringen van bepaalde regels waar we ons zogenaamd allemaal verplicht aan moeten houden. Maar jij bent helemaal niks verplicht. En er zal zeker nooit een moment zijn waarin jij niet zelf beslist over wat er wel en niet in jouw lichaam gespoten wordt. Er is geen mogelijkheid waarin jij ooit een spuit in je krijgt die jij niet wil of waar jij niet voor kiest. Dat is namelijk, het is niet mogelijk. Het is niet mogelijk, maar je moet er een rotsvast vertrouwen hebben dat alles wat zij jou willen aandoen slechts fake is en niet voor jou op toepassing is. Blijf gewoon naar je hart handelen en gewoon je normaal, volgens je normale normen en waarden leven. Wat Thierry ook zegt, het is slechts de griep. En wat voor regels of wetten zij er ook bij verzinnen, dat is een geschreven document door een gozer die ik niet vertrouw. Dat zegt mij helemaal niks. Dat zegt mij helemaal niks. En er is, als dat zou betekenen dat ik dan meer geen toegang meer heb tot hun maatschappij. Nou, met alle liefde neem ik afscheid van die maatschappij. Want ik hoef niet in zo'n raar opgedrongen systeem te leven. Dus daar ga ik gewoon lekker mijn eilandje claimen. Maar dat maakt op, dat is allemaal toekomstmuziek. Eigenlijk moeten deze gasten van een eilandje verdreven worden natuurlijk. Maar dat kan alleen maar door je bewust te zijn dat het slechts een creatie is van jouw bewustzijn die jij geloofwaardigheid hebt gegeven. En ik ga ook inderdaad voorlopig geen politiek gerelateerde what the fuck shows doen ofzo. Of überhaupt, ik ga een heel ander soort content maken nu, want het is een andere tijd. En het is niet meer relevant nu. We moeten nu eventjes radicaal anders gaan leren denken, mensen. Want dit hebben wij allemaal zelf in de hand. En hun blijven wel doorgaan, zolang wij er geloofwaardigheid aan geven. We moeten echt deze gasten collectief uit ons leven verbannen. Door ze gewoon geen aandacht meer te geven. En ook gewoon weer volgens je eigen regels, de normale leefregels, te gaan leven. Goed, dat moest ik even kwijt toen ik dit alweer zag. En alles komt op mijn pad zoals het op mijn pad komt. Dus neem deze een beetje mee. Tot vanavond of zo.